Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kuhlman Global Forwarding BV, Rotterdam Factoring en Paul en Paul. Goedendag, dit is FC Rijnmond op deze vrijdag. Verwelkomen wij Arman Afsaroglu van de NOS. Welkom Arman. Dennis van Eersel en Harry van der Laan. Je hebt voor mij een beetje je grapjas aan vandaag. Ja, je hebt op de hele tijd al te geinen en te grappen. Ik heb net een griepje gehad, dus ik ben blij dat ik weer buiten mag spelen van mijn moeder. Ah, oké. Okay. Dan moet je altijd even toestemming voor vragen. Ja, tuurlijk. En je bent net jarig geweest, dus nog... Ja, dat is alweer een tijdje terug. Een week. 39, hè? Je zou het niet zeggen. Alweer? 39. Ik denk dat je dat moet omdraaien, inmiddels. Wat? Moet ik kalm aan? Ja, wacht even rustig. Okay. De uitzending is nog lang. Ja, bij de voorselectie van het Nederlands elftal zitten 37 spelers. Waarvan 3 Feyenoorders. Hartman, Wiefer en Geertruida. Geertruida wel, maar Hartman en Wiefer hebben ze nog nooit bij een vertegenwoordigend elftal gespeeld. Is het dan terecht dat ze nu wel gelijk in deze voorselectie zitten? Nou, het is wel een behoorlijk grote voorselectie. Dus als je er nu niet bij zit, ken je er eigenlijk helemaal geen reet van. Maar het is, die jongens doen het uitstekend. Wiefer buitengewoon sterk. Hè. Tegen Heerenveen afgelopen keer was ietsje minder. Maar nog steeds een jongen die je voor een boodschap kan sturen. Hartman ontwikkelt zich stormachtig, zoals we dat dan noemen, aan die linkerkant. En Geertruida is eindelijk natuurlijk op de plek waar hij thuis hoort. Daar is centraal achterin. En die doet het fantastisch. Dus ja, als je de hele Nederlandse competitie bekijkt en alle spelers die ook in het buitenland wel en vaak ook niet aan het spelen komen, is het niet zo gek dat deze jongens nu opgeroepen zijn. Ja, nou, nog niet. Hè. Dit is een voorselectie. Maar Arman, als je kijkt naar Geertruida, de concurrentie waar hij mee te kampen heeft, hè, als centrale verdediger, Van Dijk, Ake, De Vrij, De Ligt, Botman, en op de restbackpositie Dumfries, Tete, Frimpong. Dat is misschien wel wat veel. Nou ja, kijk, Geertruida is van de spelers die jij opnoemt, vind ik hem eigenlijk het meest klaar voor Oranje. Ook al voor een langere periode van tijd speelt hij gewoon heel goed. Alleen, je hebt gelijk, hij gaat er gewoon niet aan te pas komen. Dat kan ik me eigenlijk niet voorstellen. Als je met die concurrentie kijkt waar hij het mee te maken heeft, dat is te veel. Dat is de sterkste linie van het Nederlands elftal. Ik zou hem er wel bij halen, ook om hem aan te geven van je doet het goed en we zien het. Maar ja, ga je hem de voorkeur geven boven al die namen die je nu noemt? Het lijkt mij heel sterk, maar hij verdient echt wel een kans, vind ik echt. En datzelfde geldt voor Wiefer, die toch ook wel de nodige concurrentie op zijn pad kent. Met De Roon, met Klaasie en in principe Frenkie de Jonge, die natuurlijk altijd oproept. Dus ja, hoe groot is die kans? Dat hij bij de definitieve selectie blijft, is misschien met de concurrentie die je noemt. Misschien niet aannemelijk. Dit is wel al een mooi eerste signaal, een eerste teken aan de wand. Het gaat natuurlijk ontiegelijk hard. Hij was er zelf ook een beetje beduust van toen in Sittard na die wedstrijd bij Fortuna spraken. Toen het ook hierover ging, dat hij zelf al bijna op de rem trapte. Van ja, het is mooi als het gebeurt, maar ik vind dit al heel mooi allemaal om... Maar Wiefer is wel iets anders, hè? Want daar is nog echt een vacature in het Nederlands elftal op die plek. De plek naast Frenkie de Jong, als je ervan uitgaat dat Koeman zo wil gaan spelen met iemand naast Frenkie de Jong. Van Gaal heeft veel uitgeprobeerd, maar niemand is eigenlijk goed bevallen. Koopmeiners niet, De Roon eigenlijk ook niet, hoewel Koeman wel echt fan is van De Roon. Als Wiefer zich doorontwikkelt, zie ik in hem wel iemand die daar wat sneller een kans zou kunnen krijgen. Wie is er op dit moment meer in hoe die 4-3-3, hoe die op het middenveld... Nog niet helemaal, maar dat zullen we denk ik volgende week gaan horen. Hij gaat natuurlijk wel iets anders spelen dan Van Gaal. Hij gaat weer terug naar echt 4-3-3. Ja. Dus hoe dat ingevuld gaat worden, dat moeten we nog zien. Maar ik denk dat Wiefer, als hij zo doorgaat, echt wel een kans krijgt. Maar het is een slecht teken hoor voor het Nederlands elftal, vind ik. Als je na 6 wedstrijden verkozen wordt of in ieder geval uitgenodigd wordt voor het Nederlands elftal. Dat is veel te snel. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Nou, dat deed hij met Kenneth Taylor ook. Jawel, maar die heeft nou dan weer een mindere fase. Hè? Dat wel duidelijk bij Ajax. En dat is ook heel normaal. Ik vind Geertruida, wat je terecht zegt, hè, dat is de enige eigenlijk die het echt erbij kan schuiven door zijn ervaring al op een langere termijn. En bij een grote club natuurlijk, bij Feyenoord. Ja. Dus wat dat betreft, en internationaal zijn wedstrijdjes en zijn partijtjes meegeblazen. Maar dat geldt natuurlijk niet voor Hartman en Wiefer al helemaal niet. Nou ja, Hartman heeft op die linksbackpositie eigenlijk maar 2 concurrenten. Met Blind en met Malasia natuurlijk. Dus... Misschien is die kans bij Hartman wel weer wat groter. Bij Hartman vind ik het wel heel snel gaan. Het begin van het seizoen kenden nog heel weinig mensen. Hè? Toen haalde Feyenoord 3 linksbacks. Omdat ze dachten, we hebben geen linksback. En toen kwam die opeens en hij doet het goed. Maar hoeveel wedstrijden heeft hij nu echt onbetwist basis gespeeld? Ik denk dat hij nog niet eens op 20 zit. Nou vind ik het wel wat anders hoor. Of je een back selecteert of een linksbuiten of een nummer 10. Jij vindt een back nooit zo belangrijk? Nou, hè? Ik vind back is wel belangrijk. Maar ik vind het is niet de meest ingewikkelde positie van het elftal. Hè? Het is wat overzichtelijk. Hè? Je taakpakket is behoorlijk
beperkt. Hè? En dat is op nummer 10 bijvoorbeeld, is dat even een heel ander verhaal. Of als je echt aanvallende impulsen moet brengen. Het is wel weer een voorbeeld, Bart, dat we hier in Rotterdam, we zijn soms ook te bescheiden in deze regio. Want als er in Amsterdam een speler dit is, dan komen de superlatieven nu weer een buitelt over elkaar heen om te zeggen, dit is het volgende talent. En wij hier in Rotterdam gaan het zitten downplayen met elkaar. Oh man, wat is jouw reactie hierop? Nou ja, volgens mij is niemand het aan het downplayen. Dus die jongens die doen het goed en die verdienen een uitverkiezing. Ja, het is niet heel erg Rotterdam volgens mij om te zeggen dat als iemand goed speelt dat hij de nieuwe Jezus Christus is. Dus ja, dat gebeurt hier dan niet. Maar verdien je een uitverkiezing op basis van 5-6 wedstrijden? Dat vind ik een heel terecht vraag. Dus dat is het probleem. En 13-15? 13-15 wedstrijden. Nee, maar je moet eigenlijk 1 of 2 seizoenen wel bij een grote club spelen. Ajax, Feyenoord, PSV. Ik vind het ook heel raar als een speler van Utrecht geselecteerd wordt. Maar daarom, Harry, moet je ook afwachten. Want die voorselectie, dit is een voorselectie. Je zegt het 37 mensen. Ja, het is een grote groep. Ja, je moet echt afwachten wie er echt bij gaan zitten. Dan ik was zelf een beetje teleurgesteld. Ben je weer niet opgeroepen? Nee. Dat je er weer niet bij zat. Ik denk dat ik me niet meer beschikbaar stel, net als de Jong. Nee, nationaal zelf elftal heb jij wel gezeten, toch? Ja. Tafelbal? Ja. Ja, dat wel. Ja. Dat is iets anders, Bart. Weet ik, zit een dak op. Goed, we gaan eens aan heel klein de trainer van Feyenoord. Arne Slotmaerts vraagt of hij eigenlijk ook niet zelf vindt dat de voorselectie voor zijn 3 spelers niet wat te vroeg komt. Nou, het gaat zeker snel met ze. Omdat ze nog niet overdreven veel wedstrijden in het eerste van Feyenoord hebben gespeeld. 15 en 13? Ja, maar de voorselectie bestaat ook uit best wel veel spelers. Dus die nuance moet je denk ik wel maken. Maar daarentegen is het wel voor ons fantastisch. Dat, nou ja, vorig jaar hadden we natuurlijk met Tyrell en Guus Til en Justin Bijlo. Als ik me niet vergis, heb ik het dan over de 3 namen die we er toen bij hadden. Ja, als er dan 2 weggaan en de andere is geblesseerd, dat je er dan toch in de voorselectie weer 3 hebt, is wel heel mooi. Dan van de Feyenoorders naar de volgende. Arman, wat heeft Olij van Sparta minder dan Scherpen van Vitesse of Verbrugge van Anderlecht? Nou ja. Hij heeft in elk geval meer reddingen verricht dan Scherpen. Want ik heb ook zitten lezen, die Scherpen heeft een heel laag reddingspercentage op schoten die op hem afgevuurd worden. En hij wordt wel opgeroepen, hij zit in die voorselectie. En staat 13e met Vitesse. En Olij heeft gewoon aantoonbaar een beter seizoen dan Scherpen. Scherpen heeft al een paar catches gemaakt. Olij, ik herinner me er eentje tegen Feyenoord. Maar verder heel stabiel, heel constant. Maar ja, Scherpe, verleden bij Ajax, altijd in die vertegenwoordigende elftallen gespeeld. Jong Oranje, basis vaak gespeeld. Dus internationale ervaring. En die staat dan misschien ook wat meer op de radar dan Olij. Maar inderdaad, je zegt terecht, Olij heeft een beter seizoen. Dus ik zou hem dan ook wel graag gezien hebben. Ja, en die Verbrugge van Anderlecht, die wordt er dan... Ja, zie ik minder. Nou ja, die haalt nog wel eens een strafschop tegen. Dus dat je die misschien een keertje bij je selectie voegt. Anderlecht wordt nog steeds ook wel gezien als een hele grote club eigenlijk. Ja, staat wel 9e in België nu. Ja, dat is dus niet meer. Maar iedereen, als je aan Anderlecht denkt, denk je eigenlijk aan Europese top zelfs. Maar dat is al jaren niet meer. Nee. Ja, nee, want het is jammer voor Nicolai. De derde keeper of zo hebben we het nu over. Ja, maar ja, je zal ermee kunnen gaan trainen. Ja, het is niet heel, ik vind het niet heel belangrijk hoor, een derde keeper. Nee, maar ik denk voor Sparta wel. Voor Sparta als zou het leuk zijn, maar kunnen eigenlijk moet Olij dan de volgende stap ook weer maken. Hè, van Sparta naar een mooie grote club. Naar wat? Ja, een grotere club. Ik vind niet dat een Nederlands elftal speler uit Sparta, Utrecht, Vitesse of weet ik van dat soort clubs hoort te komen. We hebben een prachtige top 3, top 4 tegenwoordig. Daar hoor je als je uit Nederlandse competitie praat. En verder haal je ze uit het internationale voetbal als ze spelen. En dat is wel moeilijk zat. Noppert in Oranje was toch hartstikke leuk? Prima, maar er is altijd wel een uitzondering. En dat is weer een keeper van 3,5 meter. Dat kan ook natuurlijk nog wel eens iets bijzonders brengen. Maar over het algemeen hoor je gewoon bij een grote club te spelen natuurlijk. Als jij internationaal mee wil draaien in het Nederlands elftal. Jiménez naar Mexico? Zit bij de definitieve selectie zelfs daarvan. Miste natuurlijk het WK. Toen was hij een van de laatste 2 afvallers die wel al mee waren met die selectie. Volgens mij waren er 1 of 2 spelers die toen nog te horen kregen van ja, jij net niet. Dus nou, hij zit er nu weer wel bij. En op zich ook wel logisch nu die basisspeler bij Feyenoord is. Zeker. Basisspeler ook weer afgelopen woensdag in de beker. Waarom was die bekerwedstrijd tegen Heerenveen, die Feyenoord wel won, weer een moeizame? Ja, dat... Het is in ieder geval gewonnen op een dik advocaatstijl, vond ik het een beetje. Je weet wel, een slechte wedstrijd, een lelijke wedstrijd. Weinig weggeven, een paar keer goed wegkomen. Ik denk dat het een strafschop was trouwens. En ook een keer een enorme kans voor... Misschien wel 2 keer een strafschop? Nou, in ieder geval die ene hoor, die was vond ik wel echt een zuivere. Met Casemiro. Ja, die wordt zo naar beneden geduwd. En houdt hem geloof ik wel 5 seconden vast, dat is veel te lang. Maar dat, en dan nog die goal, of die grote kans van Hooijdonk en zo. Dat zijn van die momenten, dan moet je even
even meezitten. En uiteindelijk pak je dat. Nee, het was helemaal niks. Het was heel slecht. Maar dat heeft vaak toch een beetje te maken met de instelling. De tegenstander vond ik verrassend aanvallend spelen. Hè. Van Wonderen staat toch wel, zeker bij mij ook bekend, als zeer defensief. En vanuit de omschakeling vooral proberen wedstrijden te beslissen. Maar nu hoog druk zetten, daar hadden de Feyenoorders erg veel moeite mee. Misschien dat het veld daar ook nog een beetje meespeelde. Maar je krijgt een soort vechtvoetbal kreeg je daardoor. Hè. Je moest veel duels en zo. En daar hadden ze niet zoveel zin in bij Feyenoord. En dan zie je dat het ook... Ja, zo gauw ze op 80-90% gaan spelen, dan wordt het ook gelijk een stuk minder. Wordt het zwakker allemaal, want zak spelen, gemakzuchtig, maar niet achterkomen. Nee, maar wat voor discipline zie jij bij dit Feyenoord? Nou, je zegt helemaal niks, ze brachten niks, maar het was niet helemaal niks, want ze speelden aan de bal heel slecht. Maar je merkte wel dat als ze de bal verloren, dat ze dan wel collectief enorm snel weer terug waren in de verdedigende organisatie. En dat is iets waar je de hand van Slot natuurlijk enorm in herkent. Die heeft daar zo op gehamerd dat je die patronen heel duidelijk ziet. Dus aan de instelling mankeert niets. Feyenoord wint geen wedstrijd makkelijk. Dus ook deze niet. Maar het feit dat ze altijd... ze zakken nooit door die ondergrens. En dat is zo belangrijk als je prijzen wil winnen, als je hoog wil eindigen. Ze blijven altijd wel een lijn houden. En in de rust zeiden veel mensen, en daar hoor ik eigenlijk ook wel bij, het feit dat ze nu niet achter zijn gekomen, betekent eigenlijk dat ze die wedstrijd gaan winnen. Je kon erop wachten en dat deden ze ook. Had je het koud? Ik had het koud. Ja. En er gingen ook mensen over door de ondergrens natuurlijk. Maar even in die wedstrijd. Maar Ma had het koud. Ik had het koud. Maar wat betekent dat? Nou, kijk maar even. Okay. Kijk, zo zat je erbij. Weet je wat? Ik heb niet gezien. Nee, dat was de bedoeling ook. Ben ik? Nou, dit schijnt jij te zijn. Nee, dit ben ik niet. Ja, dit ben je wel. Oké, dit ben ik wel. Nee, maar er werd wel... Wat heb je nou om je heen? Een soort van... Gewoon een vriesdekentje, Bart. Oh, je moet er wat. Je leek wel een jute zak. Ik was ook bij de Spanje. Nee, wij waren een keer... Was dat ook tegen Shakhtar Donetsk? Nou, zo koud was bij die wedstrijd in Oekraïne. In Kharkov, inderdaad. Is dit hetzelfde dekentje? Nee, toen had ik een gordijn uit mijn hotelkamer meegenomen. Dat was het, ja. Dat was het. Dat heb ik gewoon mee. Is het serieus waar? Ja, het was daar zo koud. Onze telefoons vielen ook. Als je het buiten liep, en ik had geen deken meegenomen in mijn koffer. Ik dacht, dit gordijn kan ik ook meenemen. Maar wat vonden ze in het hotel daarvan? Dat je de gordijnen van de muren haalt? Nou, dat vonden ze raar. Maar bij het stadion vonden ze het nog raar. Toen zeiden ze, meneer, het is helemaal niet zo koud. Oh, maar het was min. Ik vond het ook koud. Ja, min. Zei je Stuart in zijn korte broek. Ja. Het was een bloemetje. Harry, we dwaalden even af. Ik wil het graag over voetbal hebben. Maar voetballen? Het is moeilijk aan deze tafel. Nou ja, ze blijven het verschil maar uiteindelijk maken Feyenoord in slotfases. Dus dat blijft ik toch knap vinden. Nou ja, je kan het allemaal afschuiven op fitheid. Maar dit was ook een beetje onkunde. Hè? Een speler die een bal gewoon netjes weg kan koppen, die gaat er onderdoor. En die bal komt dan bij ook weer een van de zwakste van het veld op dat moment. Jaanbaks, die hem goed weglegt bij Danilo. En die steekt hem goed door. Niet egoïstisch, maar samenspel. Heel belangrijk. En hij maakt hem fantastisch af. En dat was ook een van de weinige dingen die hij kon doen. Want die vleugels lagen lam. Jiménez, die kwam helemaal een stuk niet voor. Maar Idrissi, je hebt wel wat dreiging in de tweede helft gehad. Maar ook vooral de eerste helft was echt krankzinnig slecht. Van beide vleugels. En dan kom je als spits ook zwaar in de problemen natuurlijk. En ja, daardoor bleef het maar... geen eenrichtingsverkeer wil ik het niet noemen, maar Heerenveen was eigenlijk de bovenliggende partij en die hadden gewoon voor moeten staan met de rust. En dat lukte niet. En nou ja, terecht wordt die opmerking gemaakt van, dan weet je hoe het afgelopen, als je je kansen niet benut, dan gaat dat een keer andersom. En dat gebeurt ook. Hey, dat zijn echt voetbalwetten. Nou is het afgelopen maandag hier Korpot, en als Korpot over voetbal praat, dan ga je even luisteren en goed opletten. En die opteerde al, gebruik nou Danilo op 10. Deed Slot dat nou wel of deed hij het nou niet? Hoe zit het? Want Danilo en Jiménez hebben samen gespeeld. Hij kwam erin als vervanger van Dilroos toen die op 10 stond. Ja. Maar Danilo vult dat wel anders in. Die stond wel een stuk dieper. Dus ik snap Slot zijn uitleg wel dat hij zegt van... Ja, ik kwam er echt als tweede spits bij. Maar wanneer Feyenoord de bal niet had, ging Danilo echt wel een stukje terug. En ik zie dat ook wel voor me met zijn loopvermogen. Alleen op die manier starten aan een wedstrijd. Ik denk dat Slot dat toch niet zo snel gaat doen. Omdat je dan... Qua wissels achter de hand voor de spitspositie heb je eigenlijk meteen niets meer dan. Natuurlijk. Maar ik vind het wel interessant, want hij op de persconferentie namelijk zei hij ook dat hij er wel over nadacht om het misschien te doen. Want je kan best wel zeggen, het rendement van de buitenspelers van Feyenoord stelt nog altijd teleur. Natuurlijk, dat zei Slot ook, ze hebben andere kwaliteiten, ze zijn ook heel belangrijk voor het team. Maar hij is nog steeds niet overtuigd van Jahanbakhsh of Pashao of Dilrosun of wie dan ook. En hij is wel overtuigd van Danilo en van Jiménez. Alleen die wisselt hij ze steeds af. Ja. Als je een manier kan vinden om ze samen te laten spelen, waarom zou je het niet een keer proberen? En ook misschien omdat Dilrosun op 10 niet echt op zijn lijf lijkt geschreven? Nee, daar lijkt het niet op.
Ik vind, weet niet waar die moet lopen. Deelson hebben een heel mooi linkerbeen. En ik vind zijn hoekschoppen vanaf rechts fantastisch. Ja, hij heeft zo'n dribbel. Hij kan mensen uitspelen. Dus dat is helemaal niet zo gek om van die rechterkant naar binnen te dribbelen. En eens een paar goede goals te maken. Of een paar goede voorzetten te geven. En wat je ook nu krijgt, is twee aardige wedstrijden natuurlijk. Hè, om toch met die twee spitsen misschien te kunnen aantreden. Hè. Dus Groningen thuis, Volendam thuis. Ja, Shakhtar daar nog. Hè, tussen... Ja, oké. Okay, maar je hebt dan wel twee van die wedstrijdjes. En je zegt van nou, ja. dat kan je het wel eens even testen. En dat kan er misschien weer hulp in de komende wedstrijden in de zwaardere potten ook geven. Want als dat werkt, waarom niet? Hoe lang kan Szymański spelen morgen tegen Die zal alleen maar kunnen invallen. Dat begint dan eerst met, ja, wat is dat, een kwartiertje, 10 minuten. Dat is vaak, dat hebben we bij Timber gezien, bij Trauner gezien. Dat is dan de eerste keer dat de spelers hun rentree weer maakt. Dus aan zulke minuten moet je denken. Ja. Afgelopen maanden vroeg ik hier trouwens ook aan tafel. Zien we weer de oude Idrissi. Beetje de Idrissi van AZ. Toen werd hier redelijk ja gezegd. Mm-hmm. Is het antwoord toch nee? Als je hem afgelopen week ziet. Of zijn het de dagkoersen? Het is buitenspeler eigen buiten, natuurlijk. Ja. Dat met pieken en dalen gaat. Maar dus, dit was wel een flink dal. Zijn rendement bij AZ was echt wel hoger dan het nu is. Nee, maar met name die eerste helft was echt vreselijk. Hoor, ja. Van beide buitenspelers. Echt krankzinnig laag niveau. En Idrissi vond ik de tweede helft wat herstellen in zijn dreiging. En want de eerste helft stond je alleen maar ballen naar de tegenstand. Maar toen ging hij wel zijn dribbeltjes maken. En dan word je wel in ieder geval handenbinder, hè, noemen we dat. Ja, ja. Hè, dus dan moeten ze toch rekening met je gaan houden. En dan kunnen anderen weer van profiteren. Maar dat hij totaal niet in vorm was in de afgelopen wedstrijd, dat is duidelijk. Er viel ook een genoeg te genieten in de Heerenveen. Los even van die goal. Wat vond u van die demarrage? Geertruida pakte de bal op, randje 16. Ging als een komeet met de bal aan de voet. En ging gewoon de middenlijn over. Ja, dat zijn van die momenten waar ik dan op zo'n avond toch zoekend naar lichtpuntjes. Ik vond het geweldig. Ik vind het eigenlijk raar dat dat niet veel vaker gedaan wordt. Hè? De inschuivende centrale verdediging. Je ziet het niet meer zoveel. Je had vroeger Ronald Koeman, hè? Die stond er onbekend. Maar dit was inschuiven in het kwadraat. Ruud Gullit, toen hij nog centrale verdediger speelde vroeger in zijn jonge jaren, die kon dat. Ik vind het wel wat negatief als dat het enige lichtpuntje is. En ook wat jij noemt het niet als compliment, een beetje dik advocaatvoetbal in de eerste helft. Ja, het was een dik advocaat overwinning. En jij bedoelde dat niet als compliment. Nee, maar zeker in zijn eerste periode ook onder advocaat. Toen had dat team na de exit van Stam, had dat ook echt nodig. De allereerste vereiste om te zorgen dat je weinig weggeeft. En met z'n allen massaal terug wanneer dat nodig is. Dat zat er bij Feyenoord in de eerste helft wel. En dus nee, het was zeker niet mooi. Het was ook zeker niet goed. Maar ook de vleugelaanvallers daar. Heb ik met Feyenoord heel veel dat soort wedstrijden zien spelen. En hij speelt het nu met ADO eigenlijk ook weer een beetje zo. Het is niet mooi, maar het is zeer goed georganiseerd. Effectief. En er komen wel een paar momenten om toe te slaan. Alleen je moet wel, ook het moet wel een beetje meezitten. Ja. Want je krijgt ook nog altijd wel een paar kansen tegen. En misschien wel of niet een strafschop, je weet dat soort dingen. Dat moet dan wel een beetje meezitten. Want anders kan het toch ook nog steeds gewoon fout gaan. Maar het is maart, hè jongens. En Feyenoord zit nog in alle toernooien. Ja. Dat is nog nooit in de geschiedenis gebeurd. Dat ze in maart nog overal inzitten. Dat is nog nooit voorgekomen. Dat is krankzinnig knap als je nadenkt. Als koploper. Ja, koploper, halve finalist beker en nog Europees. Als je nadenkt waar ze vandaan komen. Met Slot die een heel elftal heeft moeten vernieuwen. Ja. Heeft moeten opstarten. Tot in augustus had hij nog geen spelers bijna. Die kwamen echt laat aan. Een groot aantal. En waar hij nu staat. Ik vind dat zo knap wat hij voor elkaar heeft gekregen. En waar eindigt dit? Is een gevoel dat ik ook steeds meer krijg. Want ze worden nu, dat voorspelde wel een beetje in dit seizoen met WK, dat Feyenoord door kon trainen. Ze worden, vind ik, steeds stabieler. Steeds constanter. 1 wedstrijd verloren in Nederland. 1 maar. Ja, ze kunnen gewoon prijzen gaan pakken. En niet 1, maar wel meer prijzen. Ja, ik denk dat ze gewoon serieus kans maken op de dubbel. En ik weet van Arne Slot dat hij in Europa, dat deed hij ook met AZ niet, verliest hij niet makkelijk. Hij verliest niet veel, hij verliest niet snel. Met AZ heeft hij een hele zware pool met Napoli en Sociedad ook bijna de volgende ronde gehaald tot hij ontslagen werd. En toen haalden ze het niet. Ik denk dat ze in Europa League ook gewoon ver kunnen komen. Hm? Ja, inderdaad, bijzonder lijstje. Dit is nog nooit voorgekomen. Dubbel heb ik al aangekondigd. Maar dubbel heb jij al, maar dan hebben we hier nog een beetje gek verklaard. Maar we gaan je steeds meer geloven, Harry. Europees ga ik mee. Ik sluit me zo aan. Het is ik vind wel dat er een hele sterke ploeg bij zit. Toen was hij nog 38, toen ik dat al zei. Er zit zeker een sterke ploeg bij. Het is wel pas sinds 2005 voor het eerst dat de top 3, de traditionele top 3, in de halve finales van de beker staat. Met daarbij dus Spakenburg. Die hebben toch maar mooi even Groningen en Utrecht uitgeschakeld. En Spakenburg wil geloof ik in kolonnen en Polonaise naar de Kuip. Hè? Die willen heel graag hier spelen. Dat schreeuwen ze van alle daken. Hè? Maar hoe wenselijk... En soms moet je mensen gewoon in het leven ook iets gunnen, toch? Dus kunnen we dat hier regelen? Nou ja, zullen ze bij de KNVB iets willen regelen om een finale uiteindelijk tussen Feyenoord en Ajax te voorkomen? Nee. Want in 2020, natuurlijk hebben ze dat scenario liever niet. Met eventueel een dubbele finale. Maar in 2020, halve finale beker... En van enig mochten de mensen in complottheorieën geloven. Toen had het ook gewoon gekund. Alleen schakelde Utrecht
met de wedstrijd met de huilende Kleiber. Schakelde Ajax toen uit in de halve finale, waardoor het Feyenoord-Utrecht zou zijn geweest. Maar ik geloof niet in theorieën. Ik zie ze alweer voorbij komen, hoor. Ja, maar dat gaat toch niet gebeuren. Warme balletjes. Gaat die Heinrich Welling, doet hij dat nog steeds weg? Nee, niet meer. Of hij moet zich geschoren hebben. Maar er wordt net geconstateerd dat Feyenoord nauwelijks te verslaan is. Dus maakt het niet zoveel uit, joh, tegen wie we loten, toch? We. Harry, je praat altijd we. Als het over Feyenoord gaat. Als het goed gaat, praten we over we. Ja, 1 jaar maar gespeeld in de Kuip, maar toch gewoon we. Ja. Morgenavond is die loting voor de halve finale. Dus dat gaan we natuurlijk volgen. Ja, zorgen over uitglijders en Feyenoord, dat was nog wel eens gebruikelijk. Maar die tijd is voorbij allemaal. Als nu FC Groningen niet? Ik zeg, ze zijn niet makkelijk te verslaan, maar je moet altijd wel bedacht zijn op uitglijden. Zeker ja, maar dat niet als Groningen op bezoek komt morgen? Nou ja, dat weet ik niet. Groningen heeft ook voor PSV gewonnen thuis. En hebben wel eindelijk weer een zege in de benen. Dus zullen misschien ook wel wat vertrouwen hebben. En zoals gezegd, Feyenoord wint niet makkelijk. Ze verliezen niet makkelijk, ze winnen ook niet makkelijk. Dus ik denk niet dat je ze moet onderschatten morgen. Nee. Ik denk wel dat ze winnen, Feyenoord, maar niet, ik zou ze niet onderschatten. En als je voorkomt uiteindelijk, ook maar weer snel spelers gaan wisselen en rust geven voor donderdag, toch? Dat zal Slot doen, wanneer die voorsprong ruim genoeg is en niet bij een 1-0 voorsprong. Nee. Heb jij nog voorspellende gaven? Ik denk dat het een eenvoudige 3 of 4 goals verschil overwinning gaat worden tegen Groningen. Nou, makkelijk zat. En jij gaat commentaar geven op televisie, de wedstrijd, en jij op de radio. Ja. En wat ga jij dan eigenlijk doen, Harry? Ik ga lekker naar die wedstrijd zitten kijken. Oké, nou dan doe ik dat ook. Moet ook gebeuren. Zondagmiddag gaan we ook kijken om 12:15. Want dan is de derby tussen Excelsior en Sparta. Excelsior pakte in de laatste 6 wedstrijden maar 1 punt. Sparta pakte in de laatste 6 wedstrijden 1 overwinning. En ja, deze ontmoeting is vaak spectaculair. Sparta heeft de laatste 18 jaar niet gewonnen op bezoek bij Excelsior. Wat gaat dat deze keer worden? Ja, voor Excelsior is het wel een beetje een do-or-die wedstrijd, heb je het idee. Want die zijn steeds verder aan het wegzakken nu. En als je te lang niet wint in zo'n degradatiestrijd, dan gaat dat ook in je hoofd zitten. En dan loop je het gevaar dat je in een negatieve spiraal belandt. Dus ik denk dat er voor Excelsior ongelooflijk veel op het spel staat. En het is een tegenstander tegen wie ze vaak goed presteren. Maar ik vind ze niet goed voetballen. Aan de andere kant Sparta ook niet. Dus ik weet niet zo goed wat voor wedstrijd dat nou is. Die negatieve spiraal van waar ik niet al gaande. Die kan heel diep worden. En ik vind Sparta niet zo slecht. Die hebben dan wat mindere resultaten. Maar voetballend is het niet veel minder dan twee maanden. Na Mijnlands weg. Vind ik overdreven. Minder, hoor. Nee hoor. Ik mis hem in dat opzicht niet eens zo erg. Ik vind alleen, ze hebben een beetje boven hun stand geleefd. En als zo'n eerste helft. Ze staan nog steeds zesde, hè? Ja, nee, maar ik bedoel, qua resultaat. Elke week was het raak bijna. En dat gaat nu anders worden. Je zal nou zo nu en dan eens 1 of 2 wedstrijden achter elkaar verliezen. Hebt in januari hier aan tafel al voorspeld. Er gaat een mindere periode voor Sparta aankomen. Dat kan niet anders. Maar wat zie jij dan nu minder gaan? Nee, maar dan valt een bal binnenkant paal, gaat nu buitenkant paal. Nou, dat vind ik niet te makkelijk analyse, Harry. Nee, dat is niet te makkelijk. Zo werkt dat in het voetbal. Wel, en dat geldt voor aanvallers. Opeens scoor je wel makkelijk. Opeens komt die voorzet wel op maat en nou weer net niet. Je krijgt dan een hele rare rode kaart opeens, hè, met Ouassar. Die trouwens veel te veel wedstrijden heeft gekregen natuurlijk. 3. Ja, 4 met 1 voorwaardelijke. Dus ik heb mensen doormidden geschopt zien worden. Die kregen 2 wedstrijden. En hij geeft een corrigerende tik, noemden we dat vroeger. Een corrigerende tik? Dit was gewoon een corrigerende tik. Dat is gewoon vroeger een corrigerende. Krijgt hij 4 wedstrijden voor. Nee, maar als die mensen helemaal afgezaagd worden. Die krijgen 2 wedstrijdjes. Dat je bijna je been breekt. Je bedoelt toen bij Emmen, bij PSV en zo. Ja, dat zijn echte benenbrekers. Dan krijgen 2 wedstrijdjes. En de oude Sar, die geeft even zo'n tikkie. En dat is helemaal niet zo ernstig, joh. Hij kreeg ook waarschijnlijk een tikkie. Waarom die een tikkie gaf. Ja, maar we gaan hier toch niet elleboogstoten zitten bagatelliseren? Sorry? We gaan hier toch niet elleboogstoten zitten bagatelliseren? Nee, dat gaat helemaal niet. Wat Harry zegt, waar het misgaat, is dat de afzaagovertreding, die worden niet zwaar genoeg bestraft. Nee, dat is echt gevaar voor je carrière, is dat, hè? Dan kan je echt alles afbreken, je enkels, weet ik het allemaal. En dit is gewoon een tik. En natuurlijk moet je dat bestraffen, ook met 2 wedstrijden, maar zeker geen 4 en met 1 voorwaardelijk. Nou ja, weet je wie zondag de scheidsrechter is? Bij de derby? Nee, is het jouw vriend? Nou, zeker. Dus dan is er het nodige. Ik hoop dat hij zijn kaart meeneemt. Was hij nou echt die rode kaart bij Fortuna RKC vergeten? Hij liet hem niet zien in elk geval toen hij Velasquez wegstuurde. Hij gaf hem 2 keer geel, toen zei hij weg. Gaan we weg. Het is in ieder geval altijd in het voordeel voor de verdedigers, hè, die Nijhuis. Want je mag schoppen naar alles wat beweegt. En hij laat meestal doorgaan. En de aanvallers worden niet in bescherming genomen. Dus dat vind ik het ergste eigenlijk aan deze scheidsrechter. Hij kan er geen reet van. Pardon. Dat is de slechtste scheidsrechter die we ooit op de Nederlandse voetbalvelden gehad hebben. Bas Nijhuis. Ja? Serieus. Ik heb jou dat geloof ik eerder deze week of 2 weken geleden ook. Ik heb ook vorige week ergens gezegd dat ik op het moment niet... Ik kijk als aanvaller. Ik ben een aanvaller geweest. Als je dan met Nijhuis opgeschreven zit, dan ben je gewoon vogelvrij, hè?
Nou, dan zorg ik wel voor het tegengeluid. Ja, want, ik vind wedstrijden van Nuis. En hij is er inderdaad de laatste jaar wel echt in doorgeslagen. En de heel Tikkeltje. Erg in zichzelf gaan geloven. Maar een paar jaar terug vond ik het altijd heerlijk als Nuis op een wedstrijd. Want je weet, dan wordt het tenminste lekker gespeeld. Weet je niet, om de haverklap, overal voor fluiten en alles stil. Jij bent een verdediger geweest, zeker vroeger. Dat denk ik wel. Ik hou van verdedigen. Ik ben het niet eens. Als je teruggaat naar hoe Nuis begon, dan is het een topscheidsrechter. Hij floot natuurlijk ook Europees gewoon. Hij werd op grote wedstrijden gezet. Ja. Alleen dat is nu niet meer. Hij heeft nu een sport van gemaakt om geen kaarten uit te delen. Ja, dat is natuurlijk niet wat het zou moeten zijn. Ja. Nou ja, even weer terug naar het voetbal, jongens. Die scheidsrechter geloof ik verder allemaal wel. Ouassar is dus geschorst. Eerthuizen gaat spelen. Maar ze eventjes in beide kampen langs geweest. De beide trainers aan het woord in aanloop naar de derby. Hoe kijken ze bijvoorbeeld op het kasteel aan tegen Excelsior? Ja, nou, die hebben natuurlijk van de week wel een tik gehad in Groningen. En misten ook belangrijke spelers. Ja, ik ben het hele jaar al heel positief over Excelsior. Ik vind dat ze het seizoen zeker goed begonnen zijn. Tussendoor veel punten gepakt. Staan nu wel in de situatie dat de ploegen onder hun ook punten gaan pakken. Dus dat, het wordt wel heel spannend onderin. Maar ik heb er wel alle vertrouwen in dat zij in de Eredivisie gaan blijven. Want ik denk dat het daar goed in elkaar zit, dat daar rust heerst. En nogmaals, ik vind dat zij ook gewoon een goede spelopvatting hebben. Goede ploegdynamiek. Ik hoop uiteraard dat wij zondag gaan winnen. Maar ook al zou dat gebeuren, dan verwacht ik nog steeds wel dat zij erin blijven. Wat vind je van Sparta momenteel? Ja, gewoon een hele stabiele ploeg met een hele sterke spits, vind ik. Gedisciplineerd verdedigen met z'n allen. Dus gewoon een hele taaie, stugge ploeg. We zitten misschien in een iets mindere fase. Maar aan de kant, kijk met respect hoe ze presteren dit seizoen. Dus dat betreft is dat knap werk daar. Hebben jullie een overwinning weer nodig na toch twee grote nederlagen? Nee, ik denk niet dat we precies gaan zitten. Ik denk dat wij gewoon nog steeds in een goede... Dat laatste hebben we niet helemaal gehoord, maar maakt niet uit. Dat was in ieder geval Eerthuizen, die dus gaat spelen. En die krijgt dan Agrifiotis, de spits van Excelsior, tegenover zich. Dat is even voor nu de eerste keuze. Geen Gargoes, geen Van Duinen. Ja, hij is natuurlijk enorm zoekende voorin. Ja, naar goals. Ja. En misschien dat deze jongen dat dan kan doen. Ik geloof dat niet zomaar, hoor. Maar, want er zit vaak meer achter, hè. Hoeveel kansen creëer je in een wedstrijd? Hoe is de ondersteuning en dat soort zaken? Spelen ook een grote rol in het scoren van doelpunten. Maar tot nu toe, het hele seizoen, heb het van je vrije verdediger, geloof ik, moeten komen. El Yacoubi. Die de topscorer is volgens mij van die ploeg. Dus dat klopt niet en dat deugt niet. En dat is dus het grote probleem van dit Excelsior. Te weinig scorend vermogen. Ik heb ook altijd gezegd, je moet een scorende 10 hebben. Als die voorste lijn niet, dan moet je vanuit het middenveld goals kunnen maken. En dat gebeurt ook niet. Dus wat dat betreft is dat het grootste probleem. Ja, die Naujoks krijgt geloof ik nu wel even zijn kans bij Excelsior. Die ze van Feyenoord hebben gehaald. Ja. Goed. Misschien hij met Goudmijn en Koopmijn dus in de controle zou... Ze krijgen een aantal hele belangrijke wedstrijden. Hè? Want voor mij Cambuur, Emmen en dan Sparta thuis. Hè? Dat is toch ook een kansje voor ze. En ze hebben Groningen dus al verloren tegen de concurrenten. En nou, dat is natuurlijk een slecht teken. Hè? Want Groningen was op dat moment echt aller slechtste ploeg van de Eredivisie. Hè? Toen zij er naartoe moesten. Ja. En die hebben nou een soort vertrouwen gegeven. Die dag was ik zelf zeker. Ja, je zat net te kijken. Hoe kan het in godsnaam? Ja. Je speelt echt tegen een halve eerste divisieploeg eigenlijk niveau. En je totaal van de mat gespeeld. Ja, maar hoe je het ook bent of verkeerd. Groningen heeft in de selectie betere spelers dan Excelsior. Dus moet je wel oppassen. Als je praat over de negatieve spiraal. Dan zaten zij enorm in. Maar die zijn er nu weer enorm uit. En Excelsior heeft en mindere spelers. Ja. En zit in die negatieve spiraal. Excelsior heeft thuis wel al een paar goede wedstrijden gespeeld. Dus juist ook met hoe het in Groningen ging, zal me niks verrassen als Excelsior zondag opeens dan weer tegen verwachting in wel weer een keer goed voor de dag komt. Het zou mij niks verbazen. Als ik de trainers zo heb gehoord, is geen doorkomen aan bij Sparta. Dus nee. Maar Sparta is inderdaad een taai ploegje. En ik denk dat ze gewoon nu eens een keer dat doorbreken, dat negatieve record. Wat is 18? 18 jaar, niet gewonnen in Kralingen. Nou, dat gaat denk ik zondag anders worden. Ja. Afgelopen vrijdag was Sparta nogal negatief in het nieuws, los van een hele vervelende nederlaag tegen Utrecht. Maar natuurlijk ook die supporters die dingen op het veld gooiden. Of supporter, ik weet eigenlijk niet hoeveel het er waren. Hebben ze meerdere? Het waren er meerdere. Ja. Hebben ze ook kunnen traceren inmiddels? Nou, er zijn op basis van de camerabeelden is de verwachting dat samen ook met de KNVB, met politie, met het OM, dat achterhaald kan worden wie dat zijn geweest. En wanneer dat helemaal vaststaat, dat moet wel zorgvuldig gebeuren. Dus dat kan misschien nog wel even duren voordat daar nieuws over naar buiten komt. Maar zodra dat is, gaan er nog meer stadionverboden volgen. En dat begint bij Sparta nu wel
op te lopen en aan te tikken. Stond toch bekend als een club waarbij dat helemaal niet nodig was. Maar dat kan nu niet meer gezegd worden, helaas. Nee, precies. Van Excelsior toch nog niet, of wel? We zijn daar ook wel eens een stadionverbod. Op een hand, op de vingers van één hand. Als we Excelsior het veld komen bestormen, zijn we wel heel ver heen. Ja. Hartstikke lieve mensen. Ja. Als ik zeg één beroemde Excelsior supporter, wat schiet jou er dan één te binnen? Antoinette Schilderman. Ah, de schrijfster. Nee, die zou je ook kunnen noemen inderdaad. Maar nee, die zie ik niet het veld opkomen, René. Nee, en een pakje chocomelk zie ik het ook niet gewoon. Nee, ik doe op een best wel bijzondere jongen. Hij heet Piebe Guido. En hij maakt filmpjes. Hij maakt filmpjes over internationale en ook Rotterdamse voetballers. En die zet hij dan op Twitter. En soms gaan die dan echt letterlijk de wereld over. Hij maakt het laatste filmpje over Santiago Gimenez. Dat is al meer dan 1,5 miljoen keer bekeken. Het is een bijzondere jongen. Die leeft met autisme. Maar door de liefde die hij heeft voor het voetbal. En doordat hij veel aandacht krijgt met die filmpjes. Heeft hij eigenlijk nu een beter leven gekregen. De ene kan van Horemans. En dat is de reden dat ik dans. Dat ik dans. Dat ik zing. De tweede kan van Azarkan. Excelsior is verreweg het belangrijkste van mijn voetballeven. Waar zit je? Daar, op de Robin van Persie-tribune. Altijd vaste plek? Ongeveer, ja. Ja. Op de eerste rij. Beetje schreeuwen? Ja, vaak wel. Ja. Beetje GVD roepen, lul naar de scheidsrechter. Jiménez mejor. Jiménez mejor. Jiménez mejor, él es un grande jugador. Inmiddels weet ik wel een beetje dat van die liedjes, ja, dat kunnen best veel likes, kan best veel likes krijgen zo'n filmpje, maar zoveel, dat is ongehoord. Él es un chico mexicano, él es un chico mexicano, él es un chico mexicano, en el Feyenoord Rotterdam. Dat ik dit mag meemaken. Het is heel bijzonder. Je vindt het leuk, hè? Die aandacht vind je ook wel leuk. Ja, maar ik vind het soms ook wel moeilijk. En ik krijg er ook best wel een beetje hoofdpijn van, hoor. Ik vind het spannend. Als je zoveel indrukken krijgt. Dat is voor een normaal mens denk ik al heel veel. Maar als je zoals ik autistisch bent. Kan je dat nog eens lastiger in je hoofd een plekje geven. Ik heb het niet zo op kunstgras, hoor. Nee, maar niet alles kan leuk zijn aan je club, hè. Ik bedoel, verliezen is ook niet leuk, maar toch ben ik voor Excelsior. Ja. En ja, kunstgras verandert dat absoluut niet. En verliezen ook absoluut niet. Want het is wat het is. En ja, des te leuker is het als je eens een keertje wint. Toch heb ik het idee dat social media jou ook wel heeft geholpen. Ja, absoluut. Met autisme. Ja, dat is zeker waar, want... Als ik het dan bijvoorbeeld vergelijk met vroeger op de basisschool, nou, dan zei ik niks hoor, dan durfde ik niks te zeggen. Dan liep ik met mijn hoofd zo naar beneden, liep ik alleen op het schoolplein, want ik had geen vrienden. Nou, en barst nu van de vrienden. Voetbalsupporter zijn kan ook een mooie kant hebben en kan mensen hun leven verrijken. Hij woont bij mij om de hoek. Hij woont bij jou om de hoek. Zie je vaak in de straat rondlopen. Ja. Bijzonder, hè? Ja, zeker. Die filmpjes die zet hij dan op Twitter. En dan die gaan dan vaak over voetballers. En dan die voetballers of die clubs willen dat dan nog wel eens doorsturen. En dan krijgt dat een enorm bereik. Bijzonder jongen. Hij en al die andere Excelsior supporters allemaal. Waar moeten zich die nou de komende tijd aan vasthouden? Nou, misschien wel aan het feit dat Excelsior dit seizoen al vaker wedstrijden heeft gewonnen waar het er lang niet naar op leek. Dat was in de openingsfase van het seizoen, daar moet ik erbij zeggen. Maar toen pakten ze best veel punten.
Terwijl ze niet eens altijd zo goed voetbalden. Maar ze kunnen dat dus wel. En wat ze ook wel helpt in zo'n degradatiestrijd, denk ik. Ze hebben niet te maken met waar Groningen mee te maken heeft. Een stad op stelten. Nee. Waar je alleen maar onrust van krijgt. De druk is leefbaar. Zij kunnen in relatieve rust werken. En dat helpt je in zulke stressvolle situaties echt wel. En dat is denk ik hun grootste kracht. En anderhalve maand geleden, toen die heenwedstrijd was op het kasteel, lag het echt nog wel dicht bij elkaar. Sparta wint in blessuretijd wel met 1-0. Maar zo derbies. Groot was het. Derbies, ja. Derbies. Zijn altijd lastig. Nee, maar... Nou ja, deze zeker. Deze is altijd geladen. Ja. Nou ja, het is... Kijk, ik vind het enige voordeel wat Excelsior heeft, is dat kleine kunstgrasveldje. Dat is hun grote voordeel. Nou, Sparta heeft toch wel heel veel ervaring met kunstgras gehad in het verleden. Maar die hebben nou dan natuurlijk een fantastische grasmat. Maar ja, dat is het, denk ik, dat in die thuiswedstrijden zullen ze hun puntjes moeten gaan halen. En nogmaals, dan dat kleine veld, dat kunstgrasveld waar een hoop mensen of een hoop voetballers een hekel aan hebben. Hè, dat je daar je flink je duels aan gaat, hè, echt degradatievoetbal speelt. Dat kan helpen, hè, want je moet wel echt degradatievoetbal kunnen spelen. Als je dat niet beheerst, dan wordt het niks meer. We kijken naar uit. Zondagmiddag ga je ook commentaar van doen van die wedstrijd. Dus dan zien we dan weer op Studio Sport. Om 7 uur. Zondagavond 7 uur met het bord op schoot. Om maar weer eens een cliché uit de kast te halen. Zondagmiddag om 11:15 is die wedstrijd in Kralingen. Natuurlijk bij ons live op de radio te volgen. Morgenavond doen we een verslag in de Kuip van Feyenoord tegen FC Groningen. Om er dan op maandag weer over na te praten in dit programma. Nu dank aan Arman Afsaroglu, Dennis van Issel en de net niet meer helemaal jarige Harry van der Laan. Dank voor het kijken. Goed weekend en tot maandag. Dag. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Kuhlman Global Forwarding BV, Rotterdam Factoring en Paul en Paul.